Oh jee, ik moet een intro doen en Victor is er niet. Oh, this is way too much pressure. En dat grapje heb ik totaal niet gestolen van Laser Magic. Nee. Maar het is een drama, mensen, want Victor is er niet en we gaan de game Pressure spelen zonder Vic. Sterker nog, we gaan Victor redden, want Jim heeft ons weer eens meegenomen naar een of ander oord. Hij zei het is een luxueuze spa, maar het water is gestolen en wij gaan het even fixen. En weet je wat het ergste is? Dat de bad guy ook Victor heeft gestolen. Dus we hopen ergens in deze game Victor nog tegen te komen. Maar of dat gaat lukken, we weten het niet. We weten het niet. Nou ja, sterker nog, Victor had niet eens mee kunnen doen, want deze game heeft maar multiplayer voor twee spelers. Vreemd genoeg. En daarom zit hij in de prinsessenjurk. Hij is onze damsel in distress. Ah ja. En dan, als we ergens komen, dan is het we're sorry, but your Victor is in another castle. Break, accelerate, fire primary. Oh shit, dat ging veel te snel. Ik kon het niet zien. Zo wil ik ook wakker worden. Ja. Gewoon lekker zo zo'n reddingsboei in. Wauw, die graphics. Ik vind het wel schattig. Ik vind het wel leuk gedaan. Pomp. Jim, al het water is weg. Dat wil ik ook. Een stofzuiger en een robot die sigaren rookt. Ja. En ook gewoon zo van, kijkt alsof het hem niks boeit. Zo van, ja, ik zuig gewoon, ik zuig je water op, maakt niet uit. Ah, toch een spa. Ja. Hij heeft Victor, ik weet het zeker. Hij is Victor. Victor was gewoon geïntrigeerd door die gozer zijn monocle. En zo heeft hij hem binnengelokt. Victor zit daar ergens in het kasteel, ik weet het zeker. Oh mijn god, oh. Oeh, we rijden al. Oh, we schieten al. Ah, oké. Okay. Oké. Jim, we got this. Oh, wel een lekkere soundtrack. Door elkaar heen kunnen rijden. Ja. Ah. Ja, dat is wel jammer. Wow. Oh, we moeten die gasten... Oeh, dit is nog moeilijker dan ik dacht. Boom, bitch. Geef Victor terug. Nice. En het is dus de bedoeling dat je die, die witte dingetjes oppikt, want je moet de pressure erop houden, zeg maar. Oké. Oh ja, just don't lose pressure, dat zijn ze niet. Oh, je kan best wel scherpe bochten maken als je een beetje bij hebt. Wat? Follow me, I know the way. Alles lopen. Oh wow. Nou, ik vraag me af of je je kanon nog bij kan richten. Of dat je echt alleen maar richt... Ja, voor mij kun je alleen maar rechtdoor. Ja. Oh, hé, je hebt iets van een boost. Oh, hé, die gast ging terug. Ah. Niet eerlijk. Oh, het is low pressure. Ik zit vast. Kom eens naar beneden. Ja, dat probeer ik. Oh. Huh? Oh. Wat? Waar ben je? Wat gebeurt er? You lost pressure. Aha. Sorry Victor, we konden je niet redden. Hoeveel levels heeft dit spel eigenlijk? Oh! Jim, waar ben je? Oh wacht. Je bent beneden. Wat? Je bent beneden. Wat gebeurt er? Bonne? Ja, ik zat vast. Yes, oké, daar ben ik weer. Geen idee wat er gebeurt. Kijk, daarom. Daarom rij jij ook altijd, hè? En niet. Wat gebeurt er? Waar ben jij?
Wat? Ik weet niet, ik ben ineens weg. Wat zie jij nu op jouw scherm? Ik zie jou alleen rijden. Oké. Waar ben ik? Wauw. Ik ben gewoon verdwenen. Ik ben Victor's laatste hoop. You got this, Jim. Oh, ik denk dat als je pressure eraf is, dat je auto dan ook niet meer doorgaat of zo. Kijk, ja. High damage. Oké, okay, dus je moet pressure, maar je nee. Voor de finish! Even zo dichtbij. Wat een kutspel. En voor de kijkers, als we ergens naartoe moeten, Jim is altijd degene die rijdt. Dus als jullie ooit met ons mee willen ergens naartoe, moet je nu even goed opletten hoe Jim dit bestuurt. Oh. Oh ja, ik ben er weer. Oeh. Dan vraag ik me af, hè, als je gewoon je schietknop ingedrukt houdt, of dat nou ervoor zorgt dat je pressure sneller naar beneden gaat. Oh, dat zou dus kunnen. Het is wel de hele tijd leuk zo te stemmen, maar... Oké, we zijn bijna bij de laatste checkpoint. Oh nee. Oh fuck. Make it. Nee. Oh Jim. Alles hangt van jou af. Oké. Deze doet het ook. Deze doet het nog. Deze doet het. Ja. Yay! Maar dat is ook beter, want ik ben een vrouwtje. Dus als ik dan straks aankom rennen. Oh Victor! Dan schrikt hij niet zo. Ja. Overall rating, nice and clean. Mm-hmm. 16 van de 38 enemies hebben gepakt. Welcome to my mobile shop. Ah, it's good to know, eh? Okay, go to the shop. What can we kopen? Ik heb 185 goud. En alles is veel duurder. Ik heb 181 goud. Hoeveel goud heb jij? 185. Ja. Ik kan niks kopen volgens mij. Oh, wacht. Alles is inderdaad veel te duur. Ik kan een RAM kopen. Ja. Wat kan je kopen? Een RAM. Voor vooraan je auto, dat je die gasten... Oh, wacht. Ja, primary je kunt switchen. Buggy upgrades. Oh, dit kun je ook kopen. Buggy upgrades kun je kopen, inderdaad. Oké. RAMs kun je kopen. Buggy upgrades, secondary weapons. Alleen die primary weapons is wat lastiger. Oké, nou. Ja. Yep. Huh. Ah. Oh, dan ging het te snel. Ik kon niet zien hoeveel levels er zijn. Veel te veel. Alright, let's do this. We zijn geüpgraded. Victor, we komen je redden, jongen. Maar je moet ook wel dat goud pakken. Wat ergens tegen 30 tijd is. Ik ben heel erg aan het focussen. Ik ken niet, maar... Een stukje muntjes moet je wel hebben. Als je niks kopen. Ik hoop echt dat we snel een beter wapen kunnen kopen. Deze proppenschieter is een beetje nep. Oh, jij hebt low pressure, Jim. Die booster gebruikt low pressure. Oh, oké. Okay. Shit. Oh nee. Oh nee. Oh nee, Jim. Ik hou het checkpoint misschien op.
pandemonium. Zie jij mij wel rijden of niet? Ja, ja. Oh, gelukkig. Oké. Ja, mag ik weer? Nee, ik mag niet. Je zal het zelf moeten doen. Oké. No pressure. Hey. Die grote auto's zijn zo lastig om die kapot te maken. Nee, het gaat wel lekker, Bon. Ik doe mijn best. Oh, maar ik heb wel low pressure nu. Oh, hopelijk haal ik de checkpoint nog. Ja, je bent er bijna. Yep. Oké. Okay. Oh, nee! Nee! Oh, ik was zo dichtbij! Ze hebben me kapot geschoten. Nou, dat kan dus ook, blijkbaar. Rammen heeft echt veel meer zin op die groene dingen dan op die... Bijna! Oh! Nee! Hoppa! Yes! Hop! Nee! Oh, zo close! Nou, ik heb mijn ram ingereld voor een upgrade voor de wapen. Dus even kijken of dat helpt. Dukes of Hazard. Jouw gun ziet er wel verder uit. Ja, hij doet ook een stuk meer schade nu. Oh, ja, inderdaad. Ah, de brug! Hey, achievement unlocked. Multi-kill. Multi-kill. Dat was eigenlijk monster kill. Oh ja. Monster kill. Ultra kill. Oh shit, ik heb weinig pressure. No pressure, bijna. Oh. Yeah, baby. Victor, we zijn weer een stap dichterbij. Ah, ik ben alleen maar good en jij bent nice and clean. Waarom ben ik nou weer good en jij nice and clean? Omdat ik gedoucht heb. Badumtsch. Ik ga deze gun gewoon nog een keer upgraden. En ik ga mijn ram terugkopen. Oké. Oh, je primary heb je geüpgrade. Oh, vet. Ja. Ik heb hem nu ook geüpgrade. En misschien heb ik nog genoeg voor mijn ram om die te upgraden. Shooting and dashing does not cost any pressure. Oh, okay. Could have fooled me. Nou, dat ziet er wel uit alsof het pressure kost hoor. De gun upgrade is inderdaad wel prettig. Hoppa! Zo. Dat geld. Oh. Oh no! I am the stuck! Let's duck. Oh. De gold! Hey, dat was handig. Loot the plane! Get the stuff! Dat moeten we ook echt weer een keer gaan doen voor de Dat was ineens weg! Of zat in jou, dat kan ook. Ja, dat klinkt vies. Oh, wonder, ik zat in je.
Yeah, baby! Wow. Ah. Nice and clean. Oh, kijk, jouw coins collect, zeg maar, hier. Coins collected. Je hebt veel meer coins. Ik ben gewoon gieriger. Ja, je bent gieriger. Ja. We gaan dit kanaal echt aanpassen naar gierige gasten. Kanaal naar gasten. Pew, pew, pew. Boom. Wow, wat? Wat was dat? Ik moest even twee torens pakken. Hoppakee. Boom. Oh, ik heb weer low pressure. Ik ga dood. Nee, joh. Anders. Oh shit, ik had jou pressure moeten kunnen geven. Achievement unlock. Beginner's bad luck. Ik kan wel wat voor mijn boot. Wow. Ga ik een checkpoint halen? Ziet er uit van wel. Schiet niet kapot! Doe het voor me! No pressure, nee! Make it! Bijna! Make it. Ja! Yes! Oeh! Cutting it close! Nou, ik ben slecht of zo. Bad! Oké. Overall rating, oké. Nice and clean. En Bonne, wat vonden we ervan? Ik weet niet. Het is een beetje een gemengd gevoel heb ik eraan overgehouden. Want weet je wat het is? Hij kost wel bijna 9 euro deze game. En ik heb hem gelukkig niet voor dat bedrag gekocht. Maar ik zou hem niet aanbevelen voor dat bedrag. Want ik weet niet. De game voelt gewoon niet af. Hij voelt gewoon net niet helemaal af. Ja, het is... Het zijn dingetjes als de vijanden die verschijnen ineens en je moet zelf maar een beetje uit gaan vinden van joh, wat doen die vijanden, hoe kan je ze het beste verslaan, weet je, terwijl in de meeste games wordt gewoon aangegeven, joh, dit zijn dit soort type vijanden, die doen dat en dit ja, is een ja, precies. Punt, weet je. En... Ja, net als dat ik ineens langs die ene vijand reed en dat hij me leegzoog van oh, nou, daar ging bijna al mijn pressure en dat ik daardoor zeg maar dat level niet haalde, dat... Ja, dat was... Jim en ik hebben nog, even voor de kijkers, dat hebben jullie niet gezien, maar Jim en ik hebben nog even met een ander level wat gespeeld. En daar gebeurde dat. En dat was ook zomaar ineens. En hoewel ik het wel kan waarderen, want het is een element of surprise, vind ik toch van... Dit voelt meer alsof van, ja, dat hebben we er maar niet ingestopt, hadden we geen tijd of zin in of whatever. En dat is een beetje het ding met deze game, van... Het concept is zo cool, van er is een verhaal en het vond het nog leuk ook, maar het voelt gewoon allemaal net niet. Ik krijg niet dat gevoel als bijvoorbeeld wat Mario Kart me geeft. En dat je denkt van, oh, nog een level, nog eentje. En dat je dan ineens dat het 3 uur 's nachts is of zo. En dat is hier, weet je, je doet wel een game die zegt van, nou, ik heb een verhaallijn, ga die verhaallijn maar spelen. Maar voor mijn gevoel waren het gewoon losse races en is er... toevallig een verhaal omdat er een introfilmpje was, maar daar stopt het dan ook mee. Ik heb niet het idee van, ieder level wat we halen of zo, dan gaat het verhaal weer een beetje verder.
Nou, dat is ook, net zoals de artstyle vind ik best wel leuk, weet je. En als die stofzuiger, die robotstofzuiger met ja, die haar cool, in zijn mond of zo, weet je. Ja, weet je, dat vind ik wel cool. Alleen, ik vind het jammer dat tussen de levels door, dat je ook niet even een kleine cutscene heeft of zo met die humor erin, weet je wel. Het is gewoon race voorbij, plop, volgende en je gaat gewoon. En op een gegeven moment raak je de context van het verhaal, tussen aanhalingstekens, raak je een beetje kwijt, zeg maar. En dat is wel jammer. Ja. Ja, het is gewoon een beetje racen. En dat is wat wel voor mij dat dubbele gevoel. Want ik heb het wel naar mijn zin gehad. Ik vond het wel leuk om te spelen. Dus ik zou niet zeggen van, kut game, helemaal niks aan. Maar voor dat bedrag, zoals die game zich positioneert, zou ik hem echt niet aanraden aan mensen, weet je. Kijk, is deze game 3 euro in de sale? En heb je ook een vriend die wat tijd over heeft? Koop hem gewoon. Want het is leuk van, ik heb even tijd over. Zo'n race duurt nog niet eens 5 minuten. En dan kun je gewoon lekker met je vrienden gewoon lekker wat gamen. Maar... ja, voor het volle map, nee. En wat mij ook opvalt, als je bijvoorbeeld kijkt naar het bord bistro. De letters bistro, die zijn gewoon, dat is gewoon een font die is gebruikt. Dat is gewoon, de rondingen zijn heel mooi netjes afgewerkt. Maar dan kijk je daarboven naar dat raam en dan zie je echt kartelrandjes waar je helemaal onpasselijk van wordt. Ja, precies. Dat draagt gewoon bij aan dat gevoel. Ik weet niet, er mist gewoon iets. Het voelt gewoon net niet helemaal af. Ja, ze hebben... Zij zeiden, dit is gewoon voor ons goed. Dat weet ik niet, maar... Ja, ik bedoel, anti-aliasing. Use it, weet je. Kom op, serieus. Fuck. Oké, het is een game uit 2014, maar kom op. 2014 hadden ze anti-aliasing al ook al, weet je. Kom op, weet je. Serieus, maar ja. Ja, dat hadden ze toen al. Maar ja, goed. En, ik vond hem in ieder geval wel oké. En ach ja, wat is wat je zegt als je ooit een keer met z'n tweeën... Er is trouwens ook couch co-op. Dus als je gewoon met z'n tweeën achter de PC zit of wat dan ook. Of de Xbox of de PlayStation. En je hebt 5 minuutjes om te killen. Dan Het is leuk. Het is inderdaad, het zou een leuke wachtkamer game zijn. Of bij zo'n demo stand van bij de Mediamarkt of zo, weet je wel. Ja. Dat gevoel een beetje. Je krijgt een beetje hetzelfde... gevoel erbij als zo'n toiletspelletje op wat je op je iPhone hebt zitten. Dat je altijd als je zit te poepen, dat je dat even snel doet. En dan word je ook niet helemaal verliefd op die game. Maar het is wel leuk dat je hem hebt. Ja. Oh man. En er is een publiek voor. Dus ben jij publiek die helemaal losgaat als je gaat zitten poepen. Dat je dan 3 uur op de pot zit omdat je met zo'n stom kutspelletje bezig bent. Dan is dit de game voor jou. Precies. Ja. En als je denkt dat dit dus alleen op de PC is, geen probleem. I got your back. Dit regel ik. Dan pak je je telefoon. Beter heb je een iPhone. En dan FaceTime je gewoon je beeldscherm. En dan zorg je dan met zo'n USB-verlengkabel dat je controller het haalt naar het toilet. En dan kun je via FaceTime hem dan nog spelen op het toilet. Bonno, je blijft me verbazen. Echt. Engineering. Oh, maar oké, iedereen bedankt voor het kijken. Er is wel één heel lullig ding. We hebben het einde niet gehaald, we gaan het ook niet halen. Want we gaan, weet je, is niet leuk genoeg. Wat we zeggen, van, we hebben niet het gevoel dat we een verhaal spelen. Dus we gaan niet uitspelen. Dus we hebben Victor niet gered. En Victor is dus bij de Big Boss, die we niet hebben gezien. Ja, dus Victor moet heel veel borden afwassen of zo, of zichzelf bevrijden. Dus ja. We hopen dat je het redt, Vic, sorry. Sorry, Victor. Jullie allemaal heel erg bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later. Doei.